Dit is een videoproductie van inmail.nl en de Nije Krant. Op zaterdag 18 mei wordt in City Resort aan de Hoogveldseweg in Mil het Gezond Leven event georganiseerd. Guus Fontijn is een van de organisatoren en hij vertelt wat het Gezond Leven event precies is. Ja, dat is een event wat wij als Hart in Actie, sportvereniging Hart in Actie, organiseren. En het idee is voortgekomen uit om in één dag een keer zoveel mogelijk organisaties die iets te maken hebben met gezond leven, met lekker en gezond leven ook, want dat kan samen gaan, vinden wij, om die op één dag bij elkaar te brengen en die een soort podium te bieden om te laten zien wat zij op het gebied van gezond leven, sporten, bewegen, lekker eten en gezond eten, een goede leefstijl, om dat in één dag ook aan de mensen te presenteren waar ook de mensen naartoe kunnen komen. Mm-hmm. Waar komt dit initiatief en het idee vandaan om dit gaan te doen op één dag? Ja, dat komt van de sportvereniging Hart in Actie. Die geeft sportactiviteiten voor mensen met een chronische aandoening. Hart- en vaatziekten, met longen, longziektes en dat soort zaken. En we kwamen tot de ontdekking van, ja, sporten is heel belangrijk. We moeten dat nog meer op het voorgrond proberen te krijgen bij de mensen. Maar gezond leven is ook een ander ding wat heel belangrijk is. Want je kunt wel bewegen, maar als je dan toch rookt en als je toch een aantal dingen... Dus wij zijn eigenlijk toen aan de slag gegaan om te zeggen van, kunnen we ook die andere kant belichten? En dan slaan we twee vliegen in één klap. We kunnen ons als sportvereniging Hart en Actie, kunnen wij ons profileren om te zeggen van, kijk, dat zijn de dingen die we doen. We bieden een podium aan allerlei andere kleinere verenigingen, sportverenigingen, om ook hun activiteiten te presenteren. En tegelijkertijd ook te laten zien, sport, bewegen en gezonde levensstijl, dat dat samen kan. En daar hebben we dan ook nog bij gevoegd van, ja, het is niet zo dat we van de blauwe knoop zijn. Het kan ook nog lekker en gezond zijn. Okay. En goed leven. We hebben ook een plein met, wat zeg ik, het is een goed levenplein. Met allerlei dingen die we kunnen laten zien. Dat de mensen die laten zien van, met groenten, met fruit, met allerlei dingen. Dat mensen ook kunnen proeven en ook kunnen beleven, om zo maar te zeggen. Ja. Zaterdag 18 mei gaat het allemaal gebeuren. Hoe ziet die dag eruit? Nou, de dag die begint met, ja, dat we om 11 uur hier starten. Dan, daar moeten we nog iets voor bekijken, want daar zijn we nog niet helemaal uit. Maar dat is altijd een verrassing hoe dat gaat gebeuren. En dan heb je door de dag heen heb je een aantal demonstraties op het sportveld. We hebben hier een makende sportveld en daar zijn de sportverenigingen die demonstreren wat zij doen en laten dat zien. En kunnen mensen ook vragen stellen en kijken. Dan hebben we een zogenaamd gezondheidsplein. Daar zijn een 40 organisaties die iets met de gezondheid te maken hebben, of in verhouding daarmee. Die laten zien wat zij doen. Lifestyle coaches, bedrijven die iets doen aan pijnbestrijding, de vrouwenpolie uit Boksmeer. Ja, echt zeer uiteenlopend. En dan hebben we het gezond levenplein, waar de mensen lekkere dingen kunnen uitproberen. Maar ook bijvoorbeeld, wat we heel belangrijk vinden, dat is, we hebben in Langeboom voor deze regio een smaakcentrum waar kinderen op de basisschool lessen krijgen om zelf een beetje te koken en gezond te koken. Die zijn hier ook echt prominent aanwezig om dan ook de ouders en de grootouders en alle anderen te laten zien. Kijk, jong geleerd, oud gedaan. En het is dus ook echt iets van wat er allemaal gebeurt. Dus er zijn allerlei activiteiten. Dan hebben we ook nog lezingen. Dus er zijn bepaalde lezingen die plaatsvinden. Met onderwerpen. Ja, dat is ook uiteenlopend. Ik moet altijd even kijken. De Stichting Leefstijl als Medicijn. Die echt helemaal op de voeding zitten. Vrouwenpolie, de GGD, Hart van Brabant. Apneuvereniging, want dat is ook een probleem waar heel veel mensen maar toch een beetje zich voor generen. De fysiotherapie in Mil, die een lezing houdt. Dus echt lezingen waar mensen in 25 minuten een bepaald onderwerp voorgeschoten krijgen. Dat gaat de hele dag zo'n beetje door. Ja. En dan heb je die sportpresentatie, maar dan is het ook voor jong en oud, hebben we gezegd. En dat betekent ook dat er kinderactiviteiten zijn. We hebben poppenkast,
We hebben djembe workshops in een aparte ruimte. We hebben boogschieten, dat de kinderen kunnen boogschieten. Ze kunnen wandklimmen. Wat ook leuk is, dat is dat we bij de beweegtuin die hier aan de andere kant van de weg ligt. We zeggen, als hier zoveel mensen zouden komen, nou leuk om die eens te laten zien wat de beweegtuin is. Dan kunnen ze mee met een instructeur, kunnen ze alles een keer doorlopen en bekijken. En dan wat ook heel leuk is, vind ik zelf, dat is dat Fitland Real Fitness hier, dat die een soort wedstrijd houdt van wie is de fitste, hoe sterk ben je. En ja, dat wordt dan ook bijgehouden op een groot scherm van wie dan de meeste inspanning heeft kunnen doen, de beste conditie heeft. En wat ook nog genoemd moet worden, dat is dat we een proefcircuit hebben voor elektrische fietsen. Dat is van Thijs Hendricks, tweewielenbedrijf uit Wanrooi. En dan kunnen de mensen een keer eens uitproberen hoe dat is. En dan wordt er een circuitje gemaakt aan de zijkant hier van het gebouw. Dus is de hele dag door zijn er activiteiten. Ook die helemaal afgestemd zijn. We hebben iemand die de hele dag presenteert. Dat is echt iemand die de regie heeft van de dag. En ja, dat is een belevingsdag, zou je kunnen zeggen, op het gebied van gezondheid, lekker eten, goed leven, enzovoort, enzovoort. Dus het wordt een dag eigenlijk voor jong en oud, zeg, en hij is gratis toegankelijk. Ja, het is gelukkig. Ja, we hebben het geluk gehad dat wij, toen we het gingen organiseren, de gemeente ons een leuke subsidie heeft gegeven. De Rabobank die heeft een leuke bijdrage gegeven. Een bedrijf hier uit Mil, Wise Up, die heeft een prachtig bedrag gegeven. Waardoor we nog een keer een entree moeten heffen. We kunnen geen drankjes weggeven gratis en dat soort dingen. Dat zit er allemaal niet aan, want we zijn allemaal vrijwilligers die het uitvoeren. Dus ook niet de professionals die ons helpen. Dat zijn de mensen die de vormgeving doen van de posters, van de flyers, van al dat soort dingen. Daar hebben we dus echt professionele hulp. We hebben geweldige ondersteuning van Fitland hier, van City Resort, die ons op allerlei manieren bijstaan. We huren soms techniek en dat soort dingen in om het event mogelijk te maken. Maar voor de verdere zijn het jou, zeg maar 25 tot 40 vrijwilligers die de hele dag in touw zijn die dag. Maar ook in de afgelopen weken in touw zijn geweest om het allemaal voor elkaar te krijgen. Tot slot, waarom moeten mensen op 18 mei naar het Gezond Leven event komen? Omdat het iets is hier in Mil waarvan je zegt dat is eigenlijk uniek. Omdat we een combinatie hebben van allerlei dingen voor kinderen. Echt hele leuke dingen voor kinderen. Dat er allerlei informatie is op het gebied van gezondheid. Die bij elkaar gebracht zijn. Heel uiteenlopend. Echt, we hebben een aantal dingen die over pijnbestrijding, over... Ja, wij weten niet of dat allemaal precies klopt wat iedereen doet. Want als een nieuw medicijn moet komen, duurt het ik weet niet hoe lang voordat. Maar allerlei hele interessante dingen waar mensen kennis mee kunnen maken. Op één dag, op één middag kunnen ze dat allemaal doen. En dan gewoon, het is ook nog lekker en gezond. En er komt hier een terras. En op dat terras kunnen de mensen zitten. Kunnen ze ook nog lekker iets drinken en een hapje hebben. We hebben daar een podium waar de kinderen en docenten van de muziekschool Music Fun uit Mil, die de hele dag tussen de bedrijven door muziek maken, zingen, ik weet dat niet precies, maar dat soort dingen ook nog allemaal organiseren. Dus het is ook een hele gezellige dag, ja, die je gewoon niet moet missen, vind ik. Wilt u meer weten over dit gratis toegankelijke Gezond Leven event op zaterdag 18 mei in City Resort in Mil? Surf dan naar de website www.hartinactiemil.nl, bezoek de Facebookpagina Gezond Leven Event Mil of volg de publicaties in de lokale media.